Ik hoopte net al toen ik mevrouw Kroes zag spreken dat ik misschien na haar mocht. Ik ken Chris toevallig goed, maar ik dacht als je in de eerste drie zinnen praat over snel, open en concurrerend, dat is wel klinkt als Tele2-DNA. Dus vandaar dat mij dat wel even aansprak. Ik ga met u praten over nieuwkomers in de mobiele markt. En ik heb het even bewust tussen quotes gezet. Om twee redenen. Er gaat volgens een hele grote veiling komen waarin allerlei mobiele frequenties opnieuw verdeeld worden. Dus het kan leiden tot een soort grote veranderingen in de markt. En tegelijkertijd, in aanloop naar die veiling, mogen wij van de overheid niet vertellen of wij deel gaan nemen. Dus ik sta hier met een soort hypothetisch, theoretisch interesse in iets wat heel interessant is. Dus. Tweede reden voor de quotes is dat Tele2 is niet echt een nieuwkomer. We zijn dik 10 jaar actief en ook al bijna net zo lang als MVNO. Hè. Eigenlijk doen we alles mobiel zelf, behalve de mast op het dak. Nee, dat gebruiken we van T-Mobile. En in die zin nogmaals zijn we al langer bezig. Nou, rond mobiel, ik weet niet of de cameraman veel mag lopen, maar ik doe het gewoon. Rond mobiel is natuurlijk heel veel gaande. Er is de laatste anderhalf jaar veel over geschreven. En toen afgelopen mei mijn collega Gunther Vogelpoel verantwoordelijk werd voor Tele2 in West-Europa, dus ook Nederland. Toen vroeg de iegere journalist van de Telegraaf ook gelijk van, hey, wat ga je nou met mobiel doen? Hè? In de vorige veiling hebben we al een stuk frequentie gekocht en wat doen jullie daar nou mee? Nou, Nelly had het over 4G. Hè? En om het in 1 seconde uit te leggen, dit is de opvolger van de huidige UMTS. Hè? Dus dat is de derde generatie. En dit is dan de vierde generatie mobiel, wat ook echt supersnel gaat worden. Hè? Het is efficiënt, het is goedkoper. Maar het is vooral 50 à 100 MB op je mobiel. Dat is echt hele andere orde snelheden dan je nu kan krijgen met je UMTS-dongeltje of zo. En dan denk je natuurlijk, ja, Tele2, internet, televisie en bellen, een betrouwbare zakelijke speler. En wat gaan jullie in godsnaam dan doen met mobiel? Wij denken dat we kans maken, omdat we dus al een gevestigde naam zijn. We bedienen 1 miljoen klanten in Nederland, niet onbelangrijk dat we weten hoe het is om service te verlenen. We hebben een landelijk dekkende glasvezel-backbone. Ja, en bij dit soort hoge snelheden is het superbelangrijk dat je ook vanaf je masten zeg maar, in staat bent om hoge breedband terug te brengen naar je core-netwerk. Hè. Dus die asset hebben we ook, zeg maar. En wij zijn onderdeel van Tele2 Groep, actief in 11 landen. En eigenlijk het meest vreemde voor veel Nederlanders is dat wij in onze genen eigenlijk een mobiel bedrijf zijn. En Nederland is eerder de uitzondering dan de regel, want wij zijn in Zweden ons thuisland een grote mobiele speler. In Rusland bedienen we 20 miljoen klanten mobiel, et cetera, et cetera. Dus wij zijn eigenlijk primair een mobiel bedrijf. En om je een idee te geven, waar gaat het dan over? Hè? De Nordics zijn vaak toch wel een soort proeftuin. Die lopen vaak voor met dit soort nieuwe toepassingen. En daar hebben we eigenlijk bijna een jaar geleden al LTE gelanceerd. En eind dit jaar is 50% van het land is daar gewoon dekkend hè, met hoge snelheids internet. Dus nogmaals, Zweden loopt daar gewoon sterk in voorop. Ook de incumbent daar, Telia Sonera, doet dat. Dus in de Tele2 winkels in Zweden, Stockholm bijvoorbeeld, hè, staan deze dozen met een babyschaapje erop. Die staan er gewoon al. Hè. Dus 50, 80 MB mobiel internet op je dongel. En dat is daar dus al een beetje de standaard aan het worden. We doen het ook anders. Hè. We zijn niet alleen cheap, maar we zijn ook vooral het uit te drukken als slim, kostenefficiënt. Wij bouwen dat 4G-netwerk met Telenor. Hè, ook wereldwijd een van de grootste mobiele clubs. Dat betekent gewoon dat wij samen investeren en we bouwen en onderhouden ieder de helft van het land. He, en aan de voorkant vechten we elkaar de tent uit, maar het netwerk bouwen we lekker samen. En het scheelt gewoon de helft van de kosten, dus het lijkt me toch een vrij slimme opzet. Dat is niet nieuw voor 4G, dit deden we al bijna 10 jaar met Telia, voor 3G, voor UMTS. En ook in Noorwegen doen we zo'n soort shared network setup, omdat het gewoon nogmaals, vinden wij zelf een slimme, kostenefficiënte manier is, om een grote stap te maken naar die volgende generatie, in plaats van dat je alles maar moet wachten en uitmelken. Nou, wij kondigden verleden week onze groepsresultaten aan. Dus onze grote baas Matt Granriet, die had prachtige nieuws te melden. En de Nederlandse journalist kon het niet laten om op te merken dat de politiek deze zomer nogal gefrustreerd was geraakt door de eeneiige drieling, waarmee die duidde op het feit dat de operators zo vlak naar elkaar de tarief bleven verhogen. Dus vanuit Tele2 Groep zou je kunnen zeggen van ja, ga je nou een paar 100 miljoen in Nederland stoppen om zijn netwerk te bouwen? Hè, of ga je dat in het volgende Oost-Europees land doen? En de reden waarom wij dat toch interessant vinden is om twee redenen. Omdat wij vinden dat de Nederlandse markt achterloopt. Hè, en in een soort oligopolie waarin de operators toch heel dicht tegen elkaar aan zitten. En hoe kenmerkt zo'n oligopolie zich dan? Nou, volgens mij door hoge tarieven en toch wel redelijk langzame innovatie. En dat zie je gewoon aan de feiten. Hè. Dit is overigens Marco een kaart van KPN. Van Vodafone is niet heel veel anders. De lichtgroene stukken daar, die zijn waar je internet
14,4 kunt krijgen. Dat is een beetje de grotere steden als je geluk hebt. En niet het meest vooruitstrevende land. In Griekenland, dit plaatje is van verleden jaar, al heb je al lang 28,8. Hè? Hetzelfde voor Portugal, Spanje. Het is volgens mij niet de meeste landen waar wij naar kijken als we praten over innovatie. En toch zijn die al vele malen verder met snel internet, mobiel, dan wij dat zijn in Nederland. En tarief, ja, dit is mijn favoriete sheet. Ik heb hem pas nog geüpdate. Hier zie je horizontaal de adoptie. Hè? Dus hoeveel procent van de markt heeft nou mobiel internet? Gebruikt dat? Nou, in Nederland beneden de 5%. Dit is overigens mobiel data op je tablet, op je dongle, voor je laptop. Ja, dus niet als voor 5 of 10 euro of tegenwoordig verpakt in je smartphone abonnement. Maar voor echt, hè? Internet zoals je thuis gewend bent. En de tarieven zie je ook natuurlijk crystal clear. Dat is, daar zitten we bij de duurste van Europa. Hè? Wij betalen in Nederland gemiddeld 50% meer dan onze grote buurlanden. Nou, dat is voor mij een teken dat er niet, dat er ruimte is voor concurrentie in ieder geval. Ja, dan heeft de overheid natuurlijk ook een belangrijke rol. En in aanloop naar al die veilingen, hoe verdelen we die frequenties dan? Hè? Dat is natuurlijk toch wel een belangrijke tijdperk. Het ergerde mij mateloos dit voorjaar dat Maxime Verhagen, onze minister, aan de Kamer schreef van nee, maar vernieuwing, hè, nieuwkomers is allemaal leuk. En hij was vooral teleurgesteld, denk ik, in de opbrengst van de vorige veiling. Maar hij zei ook van ja, maar weet je, vernieuwing komt van bestaande partijen. Nou, dat is natuurlijk al druist al tegen mijn gevoel in. Of tegen de feiten, zou ik liever zeggen. En toen deze zomer heel veel herrie ontstond in de pers, in de politiek, over het feit dat de operators Skype en WhatsApp wilden gaan blokkeren. Toen was er zoveel herrie en toen was het opeens het verhaal, ja nee, maar dat is slecht voor innovatie. Dus met heel veel moeite zijn we toen gekomen tot de situatie dat de overheid nu zegt, nou inderdaad, er moeten echt nieuwkomers komen. Nou, ik noem dat gewoon consistentie van beleid, want wij zijn 2 jaar geleden ook bewust ingestapt. Met serieus geld om frequenties te bemachtigen. En ja, dan moet je niet de ene veiling naartoe juichen en de andere veiling afremmen. Dat vind ik gewoon niet kies. Nou, ik ga niet technisch over die veiling praten. De relevantie is wel dat volgend jaar wordt die ether weer verdeeld, het recht om het te gebruiken, tot 2030. Dus het is toch een soort nu of nooit moment. Want nogmaals, als je nu niet instapt, dan is de kans dat je later iets kan gaan doen, of dat je het zelf kan gaan doen, is natuurlijk gewoon minimaal. Dus dat is superbelangrijk. En bovendien wordt eigenlijk alles behalve die UMTS-licenties, 2100 band, worden opnieuw geveild. En er komt een stuk nieuwe frequentie bij nog. Ja, is er dan ruimte of noodzaak tot nieuwkomers? Nou, dit is de laatste 5 jaar marktaandelen Nederland. En dat is niet om flauw te doen, ik begrijp dat ook, want nogmaals, om een voorbeeld te geven, de UMTS-licenties zijn 10 jaar oud, ruim, uit het jaar 2000. En daar heb ik serieuze investeringen in gedaan door de spelers. Maar nogmaals, als er geen nieuwkomers komen, dan durf ik met deze 500-600 man wel een weddenschap af te sluiten hoe de verhouding over 5 jaar eruit ziet. Want er verandert natuurlijk geen moer als er geen dynamiek bij komt. Dus dat is ook een relevantie van nieuwkomers volgens mij. Dus de overheid heeft gelukkig nu opnieuw gezegd, we gaan in die lage band, gaan we extra ruimte maken voor nieuwkomers. We gaan een stukje apart houden, als een soort entree in die markt. Het gaat niet voor niets, het gaat over grote bedragen. 35 miljoen, 70 miljoen euro om überhaupt maar te kunnen starten, zonder netwerkkosten. Dus het gaat echt over serieuze spelers die serieus naar die markt willen kijken. Daarnaast, als we dat dan doen, of zouden kunnen doen, vind ik ook dat het gaat om nieuw denken. Daar is het ook een keer tijd voor. Hè? Om nieuwe ideeën. En wat ik al zei, mevrouw Kroes zei dat zo mooi. Het gaat om snelheid, maar het gaat ook om open. Het gaat om concurrentie. En ik wou dat toelichten aan een soort hele simpele visie van waar gaat die wereld dan heen? Hè? Want waarom denken we dat we ergens geld kunnen verdienen? Nou, we zullen allemaal weten, en het is jammer dat Chris niet voor me is, die gaat het zo nog een keer veel mooier over doen natuurlijk. Hè? Maar huishoudens, die gaan allerlei social media, internettoepassingen, ik zie ook al de nodige iPads flikkeren. Allerlei schermen gaan ze gebruiken om op allerlei manieren natuurlijk hun leven te onderhouden. In het huis draadloos, dat veronderstelt, met wifi denk ik ook typisch. Dat veronderstelt dat je een stevige vaste internetverbinding hebt. Dat zal over 10, 20 jaar ook allemaal wel glas zijn. En die wereld die we nu nog niet hebben, is dat je datzelfde snelle internet hebt in je auto, in het winkelcentrum of op je werk. En zeker niet op een mooie geconvergeerde manier. En wij komen natuurlijk vanuit de vaste wereld in Nederland en wij zien die kans om mobiel erbij te pakken. Nou, je ziet Vodafone een soort omgekeerde beweging maken, die komen uit mobiel en die gaan naar vast. Dus dit is waar wij in geloven. Maar nog veel belangrijker, ik vind en ik geloof erin dat deze mate van integratie, die gaat vooral komen ook van nieuwkomers. En waarom? Omdat wij een inherent belang hebben om ons te onderscheiden. Wij kunnen niet zoals die andere drie op die manier mobieltjes blijven verkopen of vast. Wij zullen ons moeten onderscheiden met snelheid, met service. En vooral ook met een ander businessmodel.
En dat zal niet open moeten zijn, waarin je dan, oké, uiteindelijk na veel politieke druk zegt, nou, je mag dan WhatsApp gebruiken, er zit alleen wel een abonnement van een tientje duurder is. Hè, maar in modellen die gewoon volledig open zijn. Hè, dus geef de klant snel breedband internet, mobiel en vast, en zij bepalen wat ze daarmee gaan doen. Overigens, Marco, ik denk wel dat jouw aankondiging van Spotify een hele mooie was deze week. Goed, het is jammer dat het bij de duurdere abonnementen zit, maar het zijn wel open modellen die het verschil gaan maken volgens ons. Nou ja, gaan we meedoen aan die veiling. Ik mag daar niks over zeggen, maar nogmaals, we hebben er vertrouwen in dat we daar toch een verschil kunnen maken in de toekomst. En ja, daar wou ik het nu even bij laten.